Dirk De Kort van de CD&V is er komen bij zitten om nog even na te praten. Dag meneer De Kort. U zei in uw slotopmerking meer radicale keuzes maken. Over welke keuzes heeft u het dan? Wel, mijn inziens dient op het gebied van mobiliteit meer radicale keuzes gemaakt te worden voor alternatieven richting de fiets. Omdat wij merken van dat in kader van nog heel wat de verplaatsingen die dat we maken eigenlijk als Vlaming beneden de 5 kilometer, dat we toch meer die fiets zouden kunnen gebruiken. Maar ook in kader van het woon-werkverkeer met de opkomst van de elektrische fiets, dat ook daar meer voor zou moeten gekozen worden. En naast de fiets ook voor het openbaar vervoer, waar dat we zeker en vast ook bijkomend op moeten inzetten. Ja, schiet deze regering tekort als het gaat om het stimuleren van de fiets, als het gaat om het verbeteren van het openbaar vervoer, want mensen willen natuurlijk comfortabel kunnen reizen, ook met de bus of met de tram. Wel, het is ook zo dat deze Vlaamse regering zich in het kader van het toekomstverbond met de Oosterweelverbinding zich ook heeft geëngageerd om te zeggen van dat in en rond Antwerpen, dat we daar eigenlijk gaan naar een serieuze verplaatsing van een modal shift van 50%. Dat is toch wel een enorme uitdaging. En dat betekent dat we de mensen echt gaan moeten verleiden om niet meer automatisch die wagen te gaan kiezen. Ja. En, maar meer en eigenlijk hoe moet dat dan gebeuren? Hoe zou u dat doen? Wel, mijn inziens is het daarom eigenlijk van belang om toch wel eigenlijk aan dat fijnmazig netwerk van die fietspadeninfrastructuur, om daar toch wel wat te doen, aan te doen. En waar ik zeker vast eigenlijk aan merk, dat is met die opkomst ook van die elektrische fiets, dat we merken eigenlijk waar dat mensen gemakkelijker meer dan afstanden van 15 kilometer eigenlijk afleggen, dat je effectief buiten de bovenlokaal fietsnetwerk er nu al is, echt meer snelwegen rondom Antwerpen. Goed, als ik u hoor zeggen in het parlement, we moeten die radicale keuze durven maken, dan zou ik denken van, ja, dan is de keuze misschien nog niet genoeg gemaakt. Nee, dat klopt. Dus wij vinden dat er veel meer eigenlijk moet worden op ingezet. En dat... Is dat dan een beetje kritiek op de huidige ministers die bevoegd zijn daarvoor? Wel, wij denken dat er nog te veel eigenlijk automatisch, veel te gemakkelijk voor die wagen eigenlijk wordt gekozen. Dat er heel veel middelen eigenlijk naartoe gaan. En dat er toch bijkomend ook moet worden ingezet op die andere middelen van fiets en van openbaar vervoer. Ja, dat is een oproep naar de regering, begrijp ik dan. Nu, meer middelen naar de fiets, openbaar vervoer, want er gaat te veel naar de wagen. Ik hoor VOCA zeggen, de werkgevers, er gaat net te weinig geld naar bijvoorbeeld onderhoud van onze wegen, van onze tunnels. Met meer geld voor onderhoud was dit niet gebeurd. Wat wij in ieder geval eigenlijk heel duidelijk hier merken in tijdens de bespreking van de commissies, dat is dat er effectief op onze autosnelwegen, dat er een hele inhaalbeweging is gebeurd en dat die zich nog verder aan het voltrekken is. En dat dat nu ook verder de komende periode ook zal worden ingezet op de gewestwegen. Dat is een goede zaak wat u betreft? Dat is een goede zaak wat er eigenlijk gebeurt. Wat mijn inziens, als je dan ziet welke middelen dat wordt ingezet op gebied van fietsinfrastructuur, waar het er wordt gezegd van epipora, dat is 120 miljoen dat we gaan inzetten voor bijkomende fietspadeninfrastructuur. Dat is als je daar echt volledig eigenlijk op wilt inzetten, dan zullen daar toch nog wel bijkomende middelen voor nodig zijn. Maar goed, de middelen waar VOCA naar vraagt zijn natuurlijk middelen voor de wegen, voor de tunnels, om die beter te onderhouden. Want Marino Keulen zei het ook, we hebben een beetje mee warrig gedaan over de Brusselaars met hun tunnels. En nu zitten we in hetzelfde schuitje. Ja, maar ik merk dat even goed eigenlijk in Antwerpen, dat ook VOCA en ook de havensector zelf in de chemische cluster ook even goed mee eigenlijk ook vragen om bijkomende middelen eigenlijk in te zetten op een andere manier. Ja. Dus wat ik zie als initiatieven die er nu op dit moment gebeuren, zoals met de waterbus, waar dat ook eigenlijk in de Antwerpse haven ook verder zal doorgetrokken worden, waar dat men ook graag eigenlijk wil aansluiten met elektrische fietsen. Dat was een paar jaar geleden, was dat niet bespreekbaar. Maar het mag nog een beetje meer zijn, als ik u goed heb begrepen. Nu, ik hoor de transportsector gisteren ook zeggen, ja, de opbrengst uit de kilometerheffing, die gaat niet integraal naar onderhoud van de wegen. Hebben ze een punt? Wel, ik denk, die linken zullen nog eigenlijk meer duidelijk eigenlijk moeten gemaakt worden. En die zullen in de toekomst ook nog meer gemaakt eigenlijk worden. Ik denk dat als mensen zeggen van wij betalen voor goede infrastructuur, dan eigenlijk ook verwachten dat er die goede infrastructuur
daar ook eigenlijk effectief wordt gerealiseerd. We moeten hier ook eigenlijk ook duidelijk aan toevoegen dat we ook wel merken van hetgeen dat wij met die kilometerheffing, die slimme kilometerheffing voor vrachtwagens, dat we het ook wel merken dat de buitenlanders, die anders nooit eigenlijk betaalden voor die infrastructuur, ja, dat blijkt ook uit de resultaten. Maar de kritiek was vooral, in al het geld gaat dan naar die wegen. Dat is vooral de kritiek. Nee, maar dan gaan bijvoorbeeld ook maatregelen naar de sector eigenlijk zelf van de vergroening. En die vergroening van de transportsector, van de vrachtwagens, gebeurt zelfs sneller dan dat wij eigenlijk verwacht hadden. Want daardoor is er ook wel een stukje minder inkomsten van die slimme kilometerheffing. Ja, nog één vraagje. Ik lees in een onderzoek dat experts de gemiddelde bezetting in een wagen tijdens de ochtendspits op 1,1 personen hebben berekend. Er is dus nog veel ruimte vrij, 80% die nog kan worden ingevuld, beschikbaar in auto's. Hoe kunnen we die ingevuld krijgen? Ja, dat is, ook in het verleden is dat al meermaals eigenlijk onder aandacht geweest van ook nog meer zou kunnen worden ingezet op carpooling. Maar ik denk dat de beste carpooling eigenlijk toch het collectief vervoer eigenlijk is. Ja. En dat er op die manier ook meer op gebied van het openbaar vervoer zou moeten worden ingezet. Oké, bedankt voor dit gesprek, Dirk De Kort. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Nu, zaterdag om 6:00, zenden we nog een aantal actuele vragen uit. Vragen onder meer over de crisis in de jeugdhulp.